Mabel Schoen, Nederlandse studentenpsychologie in Rome, gaat onderzoek uit. Het ad libena bezoek aan het Vaticaan door de Nederlandse bisschoppen. Wat doen al die mensen daar in het Vaticaan? Wat hebben gelovigen hieraan? Hoe was het vandaag, dag 2, bij het ad libena bezoek? Dag 2. Inderdaad, we begonnen weer heel vroeg vanmorgen. 6:15, busje in, want we zijn vandaag de mis gaan lezen in Sint-Jan van Laterane. Er zijn 4 grote pauselijke kerken. We hebben hier de Sint-Pieter. Dat is niet de hoofdkerk. Dat is de Sint-Jan van Laterane, wonderlijkerwijs. Prachtige kerk. We hebben daar de mis gedaan. We zijn teruggegaan. Ontbijt in 5 minuten, want we werden verwacht bij de diverse dicasteries hier in de straat. Uiteraard helemaal achteraan in de straat. Vandaag zijn we geweest bij de dicasterie voor de bisschoppen. Voor de priesters, voor de klerus en voor, dat is een heikel onderwerp al jaren, maar daar zijn we hopelijk een beetje aan het afsluiten voor het misbruik, seksueel misbruik. Dus dat is ook nog aan bod gekomen. En als middags, ja, sommige dicasteriërs gaan met z'n allen naartoe, alle bisschoppen, sommige een klein groepje, bijvoorbeeld over wetsteksten. Nou, daar weten de meesten, zoals ik, geen zinnig woord over te zeggen. Maar ook de kerk heeft een eigen kerkelijk wetboek. En eigenlijk wetgeving en een rechtelijke macht, wat voor heel de wereld geldt, voor de katholieke kerk dan. Okay. En u zei gisteren dat u in hetzelfde gebouw zit als de paus. Zeker. Bent u hem ook nog tegengekomen aan het ontbijt? Bij het ontbijt niet, maar gisteravond wel bij het avondeten. Okay. Maar die zit gewoon aan een tafeltje achterin. Die moet je ook niet lastigvallen, want als iedereen dat het goed, daar zit hij ook niet op te wachten. U vertelde dat u vandaag 5 dicasteries heeft gezien? Nou, ik heb er 3 gezien. Okay. En die 2 specialistische, daar was ik niet bij. Oké. Okay. Is er nog iets gebeurd dat u is bijgebleven? Nou ja, dit zijn... Kijk, het gaat hier op zijn Italiaans, hè. Ik zei gisteren, geloof ik al, je zegt wat en dan zijn ze aan het woord. En dat praat nogal makkelijk door. Heel aangenaam, ook heel bemoedigend eigenlijk. Ze vragen een beetje hoe het zit. Ze kijken een beetje, zien ze verschil met, ja, het vorige was 9 jaar geleden. De tendensen hebben zich doorgezet, dat weten we wel. Het is ook een bemoedigend praatje. Wat kunnen we eigenlijk doen? Hoe moeten we het een beetje anders aanpakken? Wat zijn tips van anderen? Zijn er ook dicasteries deze week waar u eigenlijk nog naar uitkijkt om op bezoek te gaan? Nou, daar gaat er eentje over cultuur en familie enzovoort. Daar mag ik dan een beetje een inleidend praatje houden. Kijk, die gaat ook over gezinnen. The family is under attack, zoals de Engelsen het altijd zeggen. Dit is ook zo. En de familie, het gezin, het gezinsleven, is voor de kerk altijd een fundament geweest. Waar ook, er mogen thuis kleine huiskerkjes vormen. We hadden vroeger een band tussen het gezin, de kerk en de school. Dat is allemaal verdwenen, hè? De band met de scholen, die zijn eigenlijk weg. De kerken. Ja, als je met een gezin met jonge kinderen in de kerk zit, je ziet niet veel leeftijdgenoten. En de gezinnen zelf ook. Het gewone traditionele gezin. Dat is ook under attack. Nou, ik vind het grappig dat u dat zegt. Want ja. Voor mijn gevoel, ik kom dan niet uit een gelovige familie. Maar ik heb niet het gevoel dat mijn familie onder attack is. Of dat wij niet functioneren of zo. Nee, niet dat het niet functioneert. Maar... Er zijn er zoveel die, kinderen die aan hun lot worden overgelaten. Zoveel die echt in ingewikkelde situaties thuis zitten. Waarvan ik me nog verbaas dat ze zich zo goed houden. Echt scheidingen, hoe tragisch ook. En soms kan het misschien niet anders, maar het doet wat met kinderen. Ik merk het altijd. Heeft u het idee dat u en de kerk dan het antwoord daarop zijn? Nou, kijk, het traditionele gezin, dat zijn we wel voorstander van. Dat is ook een warm nest, als het goed is. Dat hoeft er niet altijd te zijn, maar dat is toch wel een mooie basis ook. Het is ook eigenlijk op een bepaalde manier de maatschappij in het klein. Je leert met anderen omgaan. De wereld draait niet om jou. Je moet soms een beetje vechten voor je plaatje. Ook een ander het zijnde gunnen. Dat soort dingen. Kijk, elke mens is uniek, dat weet ik wel. Maar dat unieke, dat vormt zich in een gemeenschap altijd. En het gemeenschappelijke, dat verdwijnt hoor. Het is zo geïndividualiseerd. En dat gaat ook ten koste, denk ik, van mensen. Zitten daar dan ook verschillen in tussen de landen die u
dan daarover spreekt, of die misschien hier toevallig tegenkomt. Want ik weet dat in Nederland zijn we wel een heel individualistische samenleving. Ja. Ja. Zitten daar ook verschillen in met bijvoorbeeld Italië? Want ik weet dat het hier wel wat meer gericht is op de community en met elkaar en de familie, meer dan in Nederland. Ja, en je hebt vooral verschil denk ik tussen West-Europa en bijvoorbeeld Afrika. Hè? Daar is het echt anders. Maar ook al die, wat je tegenwoordig allemaal, die tendensen van woke en LBGTQ+ en de rest van het alfabet, Afrikanen snappen niet waar we het over hebben. En ook, het wordt ook zo makkelijk aangepraat. De identiteit, hè, van de genderidentiteit, de gender, hoe je jezelf, ja, heel het objectieve is weg. En het zijn vaak in de puberteit. Ik schiet nou ineens naar een ander onderwerp, maar goed. Nee, ik vind het heel interessant hoor, want ja, het is toevallig ook iets wat ik heel veel studeer. Ja, en als je daar in de war bent, dat lijkt me heel normaal. En het overgrote deel, dat komt wel weer goed. Maar als we nou allemaal gaan stimuleren dat ze juist in die kwetsbare fase ingrepen doen die voor de rest van het leven nauwelijks meer terug te draaien zijn, dat doet wat. Ik heb er zelf een helaas ooit begraven, 16 jaar, die was ik ernstig in de war, goede jongen, maar die dacht dat hij in een verkeerd lichaam zat, door iedereen uit die omgeving, bepaalde omgeving gestimuleerd om daar maar iets aan te doen. Nou, toen was hij zijn identiteit helemaal kwijt, hij beroofde zich van het leven. Ja, ga niet tegen die ouders zeggen dat dat een goed idee was. En bovendien, die mensen die hem allemaal stimuleerden, daar hoorden ze nooit meer wat van. Hè? Het is ideologie. Het is ideologie. En bent u ook wel eens mensen tegengekomen bij wie het wel een goede keuze was geweest? Nee, eigenlijk niet. Ik ken er geen één, eerlijk gezegd. Terwijl ik nogal wat mensen ken, maar goed, dat zegt allemaal niet zoveel, want er zijn er genoeg. Maar ik vind het allemaal vreemd. Kijk, als het objectieve niet meer bestaat, dan kan alles. En is niks waar en is niks niet waar. En dan heb je ook geen gemeenschappelijke basis meer. Nee, snap ik. Ja. Ik kan me wel voorstellen dat voor iemand, hier heb ik het dan wel over subjectief, een gevoel. Ja. Als het voor iemand wel klopt, is het ook al moeilijk om te horen dat gevoel er niet mag zijn voor hen. Dat gevoel mag er wel zijn, maar ik denk dat het gewoon niet klopt. Überhaupt niet, dat het gewoon niet kan. Kijk, religie is buiten beeld. Überhaupt het bovennatuurlijke. Het metafysische, om het maar moeilijk te noemen. En wat telt is, in deze stad wetenschap. Als iets niet wetenschappelijk is, dan is het niet waar, dan klopt het niet. Maar als nou iets niet wetenschappelijk is, dan zijn het die dingen die alleen maar over het gevoel gaan. Bijvoorbeeld biologie, daar heeft men een hekel aan in die wetenschap. Want die bepaalt heel duidelijk, je bent een jongen of bent een meisje. Ik studeer psychologie. Dat is nou precies waar het hele moment draait, is het gevoel. Ja, maar ik doe al 6 jaar wetenschap van mijn gevoel. Jawel, maar je hebt het gevoel en het verstand. Okay. De ratio en de emotie. Als het met elkaar strijdt, dan zou ik zeggen, volg de ratio. Ja. Want gevoelens komen en gaan. Als je daar je leven op baseert, ja, dan zit je ook gauw in de put. Ik vind, het subjectieve kan ook objectief zijn. Want wij hebben allemaal een subjectieve, okay, een subjectieve ervaring. Ja. En die is er voor iedereen. Ja. Toch? Niet dat gevoel niet belangrijk is. Mensen die nauwelijks gevoelens hebben, zijn over het algemeen niet de aangenaamste mensen. Hè? Maar ja, het zou een evenwicht moeten zijn. Ja. Ik ben ook benieuwd of dit onderwerp van gender en transgender zijn, komt dat ook aan bod hier deze week bij dat webinar? Dat zou nog wel kunnen als we het over de cultuur hebben. Cultuur is iets belangrijks. Hè? We moeten de cultuur van deze tijd leren kennen en begrijpen. Hoe kan ik met iemand in gesprek gaan als we langs elkaar praten? Dus je moet je ook in de jeugdcultuur begeven en kijken wat interesseert hun en waarom. Ik merk overigens wel, jeugd is echt wel geïnteresseerd in religie. Alleen niemand reikt het ze aan. Welke dicasterie vindt u het belangrijkst voor het Vaticaan? Of welke is het belangrijkst voor het Vaticaan? Ja, je hebt eigenlijk de dicasterie van het geloofsleer. Dat vat eigenlijk samen, wat geloven we, hoe denken we erover? Want als dat niet helder is, dan komt het ten eerste niet geloofwaardig over als de ene A zegt en de ander zegt B. Maar als je geloof wilt verkondigen, dan moet je wel weten wat het is. Overigens, bij het geloof, als missionarissen geloof gingen verkondigen. Die begonnen met het geloof. Hè? Die begonnen met iets heel anders. Die hadden hart voor de mensen.
Die bestreden armoede, die verzorgden de zieken. Die hadden gewoon belangstelling voor hun. En gewoon uit hun christelijke identiteit van alles wat je voor anderen hebt gedaan, heb je voor mij gedaan, zegt Jezus. En als je dit soort dingen niet doet, dan voldoe je daar niet aan. Maar juist omdat ze dat doen, denken die mensen, hé, waarom doen ze dat? Waarom hebben ze belangstelling voor ons? En dan kun je het over het geloof kunnen hebben. Nooit andersom. Nou, dan wil ik u heel erg bedanken, bisschop, dat we elkaar weer konden spreken vanavond. En dan zien we elkaar morgen weer. Ja, ook bedankt, Mabel.